Hallo, ik ben Tristan en ik ga vandaag een paar onschuldig studenten hardhandig ondervragen. Hoe ervaart u het op Thomas More op dit moment? Ik heb even een error. Ja, wel fijn eigenlijk. Wat motiveert u dagelijks om toch naar Thomas More te komen? Een beetje aan de toekomst denken, hè? Goh, ik denk eigenlijk meer verplichting van mijn moeder, deels. Het is zo'n plaats waar iedereen zo zichzelf kan zijn en de studenten en de lectoren eigenlijk dicht bij elkaar staan. Ik vind het hier heel gemoedelijk. Iets dat u eraan wilt toevoegen? Dat hier eigenlijk goed is. Alleen iets goedkoper maken voor de kikkertafel. U stinkt 10 cent per balken, maar... Of als je nu zou studeren en daar geen geld aan moet uitgeven? Maar dat is voor thuis. Dus jij gaat veel uit in geel? Ja, regelmatig. Dat is belangrijk om te weten, belangrijk om te weten. Nog. Mensen denken dat hier niks uit is hoor, maar het is hier wel gezellig. En wat doet u dan zoal met de kotgenoten? We doen bijvoorbeeld ook zo filmavonden of speltjesavonden en zo. Gekke dingen meegemaakt of zo op TD's? In de Haag springen en zo. Dat gebeurt. Zeer belangrijke vraag. Bent u nog single? Ja. Fox op school zeker. Volgens mij ben je een beetje kieskeurig. Ja, ik moet openstaan voor de mogelijkheden. Hè. Ik sta open voor alles. Dus u hoort het, ze zijn available. Mag ik een paar vragen stellen? Van hem wel. Wat is uw favoriete plek om te studeren hier in de campus? De Hive in Zonnecubus. Dan denk ik toch wel dat plekje in de G-blok. In de G-blok is er een hele renovatie gebeurd. Vooral om te chillen is daar wel heel gezellig. Ik ben hier naartoe gekomen en ik was direct verkocht. Dus. Zoals je hebt kunnen horen is Thomas More in geel wel echt de place to be. Dus kom zeker langs.